Voorzitter, we zitten in de grootste bestaanszekerheidscrisis sinds 1945. In december en maart moesten we wachten en in juli zijn we te laat. Toen de staat 770 miljoen nodig had voor aandelen KLM binnen het weekend. Een nauwregeling miljarden binnen een halve week. Een miljard subsidies voor de Tesla's, geen probleem. Drie kolencentrales stilleggen, 1,8 miljard compensatie. Italië gaat bijna failliet. Daar maken we 40 miljard over naar het Coronafonds, zodat de Italianen goedkope isolatie krijgen. En we hebben 20 miljard voor een stikstoffonds en nu hebben we 1 of 2 miljard nodig voor de armste huishoudens en we slagen er niet in. Dit is een schande, voorzitter. Een grote schande. Want we weten niet hoe we de geld kunnen krijgen. En dit gaat ook tot problemen leiden. Als iemand met een bijstandsuitkering 1300 euro krijgt en de buurman die onder het minimumloon zit helemaal niks. Gaat dat echt problemen geven? Voorzitter, één motie. De Kamer gooit te beraadslagen. Constateren dat honderdduizenden gezinnen met achterstanden op de energierekening te maken kunnen krijgen, met dwanginvorderingen, afsluiten van de energie en een schuldenspiraal later dit jaar. Verzoekt de regering in contact te treden met energieleveranciers en uiterlijk op Prinsjesdag een plan te presenteren om afsluiten in kassenkosten en andere problemen bij deze groep te voorkomen, inclusief een mogelijkheid om in een aantal gevallen huishoudens financieel te helpen om zo verdere problemen te voorkomen. Dat gaat over tot de Orde. Van de dag, mede ondertekend door Klaver Kuiken, Wilders van der Plas, Azerkamp, Den Haan van Haga, Marijnissen, Eerdmans, Dassen van Haan en van Raan en Stoffer. Dank u wel, meneer Omzicht. Daarmee zijn we aan het eind gekomen. De tweede toren aan de kant van de Kamer.